Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Met mij, uiteraard, Rodney, in eigen persoon. Ik ben hier weer terug bij deze villager. En deze. En deze. En hem. En er stonden er eerst meer, dacht ik. Volgens mij stonden er eerst meer. Oké, daar is er al een eentje. Hallo, jij hebt wel koekjes. Ik heb offline heb ik nog even gemined om die andere pickaxe kapot te krijgen, die iron. Dus die is nu dus ook weg. En ik heb nu dus wat extra kobbel. Onder andere voor het huis. En ik ga dus even wat omdat ik ook stone bricks. Of eigenlijk, ik wil eigenlijk van alles gaan maken van mooie blocks. Doe ik het daarin. En dat komt wel goed, denk ik. Weet je wat, ik maak nog even wat extra ovens. Ik ga toch ik ga toch alles daarvoor gebruiken. Dus waarom ook niet meteen lekker veel. Perfect. Zo. Niemand kan hier aan tippen. Zo, 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 zo. Nog een beetje. En nog een klein beetje. Oké. En oké, deze krijgt dus wat extra's. Moet ik even zien dat ik ergens nog wat vandaan pik. Zo, weet je wat? Perfect. Ik, dit is alweer een tijdje laat dat ik dit opneem. Dus ik weet niet meer precies waar ik mee bezig was. Maar ik ga gewoon eerst even hun killen. Aan de andere kant zitten ze hier ook wel goed. Ik ga er even, omdat er ergens een villager is die wat gedoe wil ruilen. En ik doe het niet weer... eteloos wil raken. Ga ik dit even doen. Omdat het kan. En hier krijg ik niet eens een zaadje van. Hoe slecht. Begint hij toch een beetje aan te voelen als recessie. Ondanks dat we daar al lang uit zijn. Of tenminste, in mijn ogen. Ah. Geef mij zaadjes. Oké, goed zo. Niet zo gemind op de zaadjes Minecraft. Nog best een beetje luxe doen met zaadjes. Rare aan Minecraft. Oké, dat is in ieder geval gedaan. Ik weet niet of er nog meer farms waren, maar dat maakt niet uit. Oké, ik kom even terug met deze. Zo, voor mij. Ik had het in principe niet nodig. Oh, ik weet het weer. Ik was in die ik was aan het minen. En ik had water nodig. Daar had ik een bucket voor gemaakt. Dat was het. Ik weet het wel weer. Ja. Ik wist het opeens weer. Ik ben benieuwd wat hij ruilt. Oplichter. Ik haat dat soort villagers. Afzetters. Zo. En zo, en zo, en nog eentje, en nog eentje. Volgens mij heb ik die echt al heel vaak weggehaald, maar dat maakt niet uit. Hoe vaker, hoe beter. Ik neem het, nu ik dit opneem, is het volgens mij... Ja, het is, goh, volgens mij, natuurlijk weet ik welke dag het is. Het is zaterdag. En, maar deze komt wat later online, want ik heb nogal wat staan wat ik dus nog niet meeneem. Of wat nog niet geüpload wordt. Maar het is op dit moment zaterdag. Ik neem een kist mee voor onderweg. Je weet maar nooit. En ja. Ik heb, mijn ouders hebben twee hele chille lichtstoelen gekocht. Of soort van relaxstoelen. En die mocht ik maar even in elkaar gezet. Ik werd wakker gemaakt rond... Wat is het? 10 uur, 11 uur, om dat te doen. Ik heb er echt een pestdekel aan. Aangezien ik, ja, zondag heb ik... Meestal doe ik
Zaterdag doe ik wat ik wil. En zondag ga ik dan naar mijn huiswerk. Waarom niet? Omdat ik het leuk vind in negen en dat het moet. Omdat het alles niet uitkomt. Maar nu was het gewoon verplicht om niet uit te slapen. Want ik werd gewoon om 11 uur al wakker gemaakt. Daar is nog de nodige discussies over gekomen. Maar ja. Je moet begrijpen dat als ik alleen op zaterdag, als ik een keer een weekendje heb dat ik echt alleen op zaterdag echt kan uitslapen, dan moet je me niet op zaterdag gaan storen. Kom op nou. Sommige mensen willen dat niet begrijpen. Zo, dat water werkt echt super goed. Natuurlijk niks. Zo. Ik wil zeggen, ik heb natuurlijk niks bij me om iets af te. Oh, oké. Okay. Dankjewel. Perfect. Het komt gelegen. Oké. Okay. Ik moet wel iets hebben om dat water wat ik hier niet nodig heb af te dichten. En go. Zit hij wel lepjes? Ik wil het eigenlijk hebben. Zit hij nog wel? Zit hij wel meer? Ik kan erbij, yeah. Maar niet bij alles. Of wel? Ik weet niet. Ik denk dat ik het niet kan opvangen. Nou, kom maar bij mij dan. Zo, van mij. Alsnog. Oh, hier zit nog meer. Oké. Nee. Want dat zou ik wel willen weten eigenlijk. Wat is wa waar ja waar vind ja, waar vind jij van dat je wakker gemaakt mag worden in midden in de nacht? Is er een reden? Ja, is er een reden? Het hoeft niet speciaal, het hoeft niet, maar is er een reden voor iets dat je bijvoorbeeld dat er zijn mensen die je voor taart midden in de nacht wakker kan maken. Als je taart geeft of zoiets. Alleen ik had een hele tijd geleden gelezen dat iemand dat wel heel serieus had genomen. En wel heel letterlijk had gedaan. Maar dat was dat beviel diegene minder. Kijk. Oh, daar, ik zag diamonds. Ik weet niet of jullie ze zagen, maar ik zag ze wel. Kijk daar nog een keertje. Nee. Oh. En dan is net nu en is nu mijn kool open. Zo, ik heb nog twee kool nodig, dus. Perfect. Kijk, daar zit hier ook een mineshaft. Oh ja, oh ja. Ik vind dit leuk. Ik wil eigenlijk die dames wel meenemen. Maar ik wil. Ja, ik kan natuurlijk. Ik wil eigenlijk iets gaan enchanten. Maar dan maar geen iron pickaxe natuurlijk. Dat is een beetje nutteloos. Ja, niet specifiek nutteloos, maar het is alleen. Het is een beetje. Ik vind het zonde van de XP-punten. Nou, ik zit niks anders op. Even hier. Wacht, hoe hoog zit ik eigenlijk? Ik zit op 11. Oh. Vandaag. Ik vind het niet gek. Nou, snap ik dat er diamonds zitten. Maar dat vind ik wel goed. Ja, jullie denken nu vast van. God, niet neem meteen de diamonds mee. Maar ik wil eerst even iets aan spullen hebben om het af te kunnen dichten. Dat ik ze straks veilig ook zou kunnen oppakken. Dat is wel zo fijn. Nee. Oh.
Nee. Oké. Nee. Jeez. Het zit niet echt mee, zeg. Hallo. Oké, perfect. En nu moet het eigenlijk stoppen met... Ja, oké. Ik denk hier even iets van fakkels moet plaatsen, want anders staat hier straks dan zo'n skeleton in mijn rug, die mij even, die daar even lekker gaat hijgen en daarna mij gaat schieten. Dus voor het geval dat. Ik heb nu trouwens echt wel genoeg obsidian. Oké. Zou ik ooit nog obsidian nodig hebben, dan kom ik hier terug. Oh, er zit geen lava onder. Dat verbaast me eigenlijk een beetje. Ik zal het even goed verlichten. Ik wil ze helemaal uitgraven eerst. Ik van alles, al van alle probleempjes, alle tegenslagen die er kunnen zijn, af ben. Zijn er zover ik nu zie 4 en ik denk ook dat het bij 4 blijft eigenlijk. Dus ik denk dat er hier maar 4 zitten. Laat ik het zo zeggen. Niet dat ik er nooit, dat ik er niet meer dan 4 krijg. Dat komt denk ik nogal goed. Misschien hoor. Nee. De boven zal het niet zo zijn. Oh my god, ik denk dat jullie ook al zagen aan mijn reactie dat ik me echt kapot schrok. En volgens mij mijn laptop viel ook bijna van het schrikken. Oh my god, ik schrok me echt kapot. Oeh. Oh. Jeez. Hartverzakking, nou was nu aanwezig. Oeh. Als die nu in mijn je weet wel zit, dan weten jullie in ieder geval waarom. Ik zie daar weer zo'n ettertje. Oké. 1, 2, 3, 4. Oh, ik wil ze hebben. Ik heb 4 diamonds, motherfucker. Oké, ik ga denk even deze pickaxe opmaken. En dan ga ik weer. Ik wil zo snel mogelijk die diamonds veiligstellen. Ja, dan kan ik ook al meteen nu teruggaan, maar dat vind ik dan ook weer niks. Oké. Hey, we hebben het in iron gevonden. Dat is positief. Ik vind positief. Dat is mijn mening. Het is ook mijn serie. Dus in deze serie bepaal ik dat ik het positief vind. En dat deed mij ook geen damage, dus dat is positief. Ik moet wel oppassen dat ik hier niet de weg kwijtraak, want anders gaat het echt fout. Weet je wat ik doe? Ik ben hier geweest. Ik ga naar het creeper. Hallo. Wat ik wil zeggen, ik doe dit dicht, want hier ben ik toch al geweest. En dan wil ik dus ook niet meer naartoe. Hier wil ik ook niet meer naartoe, want hier zit helemaal niks. Dus dan doe ik het gewoon zo afdichten. Hoe, Iron? Ben ik gewoon aan het gevecht in een oneerlijk gevecht met de 2 creepers. Ik zie niet wat daar zit.
Oké, ik had al zoiets verwacht. Het ging sowieso gebeuren, alleen de vraag was waar en wanneer. Maar als hier zoveel van die creepers staan, misschien zit er hier dan wel een spanner in de buurt. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Een creeper spawner, dat lijkt me echt gaaf. Het probleem is dan alleen wel, als je dit gaat staan bij de trap, dan wordt je trap opgeblazen. Kist. Waar is deze Iron Man nemen? Oh, dit is een goede aflevering. De mining gaan was misschien toch niet zo'n dom idee. Oeh, ook veel kool. Ik ga gewoon alles meenemen, want dan moeten jullie in spanning wachten tot ik die kist ga openmaken. Gewoon omdat het kan, dat vind ik leuk. Ik wil sowieso alles eerst hebben, want dan, ja, straks ben ik die kist aan het bekijken. En dan vergeet ik dit helemaal mee te nemen. Ja, hier zit niks, nou dan ga ik maar terug. Nee, grapje, ik ga de kist bekijken. Oh yeah, Iron Horse Armor. Had ik nog niet, maar dat had ik nog niet, maar nu dus wel. Ik haal wat kobbel bij me. Nou, dat is ook weer geregeld. Oké, ik moet even onthouden dat ik hier naartoe terug kan. Ah. Gravel. Ik neem gewoon lekker van alles mee. Want mijn schep kan het vast wel aan. Ik heb toch nog paadjes nodig. Maar aan de andere kant zit ik ook te denken, misschien. Ja, misschien later. Misschien. Want ik weet nog niet of ik zo'n. Of ik iets met die vulletjes ga doen. Maar misschien ga ik gewoon een keer hun dorpje af. Of gewoon weghalen. En dan kan ik daar gewoon. Ga ik gewoon mooie huisjes bouwen waar ik zelf ook wat mee kan. Dat ze daar kunnen wonen. Want ik denk dat ze later dat die villager niet eeuwig blijft staan. Die villetjes kunnen daar wel blijven wonen, maar de villetjes blijft denk ik niet staan. Niet eeuwig in ieder geval. Ik wil naar de andere kant eigenlijk. Kijk, het is zo oud dat het gewoon is afgebrokkeld. Dat is een teken. Er staan hier gewoon bloemetjes. Hoe cool. Oké, dit is op diamond niveau. Dus ik kan verwachten dat hier ergens diamonds om de hoek zitten. En ik weet het niet en ik wil kijken, dus ik ga kijken. Ik kan het niet zien. Oh, dat was te snel. Ik heb gewoon het gevoel dat hij hier ergens zit. En ik weet niet waar. Dat is vervelend. Oké, het gaat hier verder. Kom ik hier zo, haal ik dit blokje weg, zie ik opeens diamond. Dat zou echt zo geniaal zijn. Oh, ik heb echt geen idee waar ik allemaal naartoe ga. Zo. Oké, ik had misschien meer pickaxes moeten meenemen. Oh, ik heb natuurlijk ook 4 iron. Ik kan wel even hier wat smelten. Ik kan wel hier natuurlijk even wat maken. Even kijken. Wat is hier dan dat hier water zit? Duurt lang. Zo. Opgelost. Ik heb nu alleen geen idee meer waar ik ben. Ik zweer, dit gaat fout. Ik heb nog steeds mijn diamonds bij me, bedenk ik me net. Hier is nog meer van dat gedoe.
Zo. Misschien zitten hier dan wel diamonds. Oh, er zit hier wel goud. Dat is ook leuk. Oh, dat ging een beetje slom. Geef het aan mij. Ik wil het hebben. Dat ook. En dat ook. En dat ook. Give it to me. Er kunnen hier diamonds zitten, maar ik moet echt terug, want anders gaat het helemaal fout. Dit gaat anders echt helemaal fout, dat weet ik gewoon. Wacht, ik krijg full durability. Durability 0. Oké, nu dus. Oké, dat houdt dus in nog één blokje weghalen en is die stuk. Vind ik eigenlijk wel leuk om hem dan te houden. Vind hem wel leuk. Nul durability. Ik hoop echt dat ik het nog een beetje onthouden heb. Kijk, ik kom hier vandaan. Ja, ik kom hier vandaan. Oké. Oké, ik ga terug. Wow, ik dacht ik ga gewoon dood. Ik ga straks gewoon dood of zoiets. Oh, het gaat daar verder. Oh, het zit er ook nog hierboven. Oké, dat weet ik. Weet ik nu in ieder geval. Maar ik ga terug voordat het helemaal fout gaat. Ik ben heel blij met wat ik heb gevonden. Dus nu peer ik hem. Doei. Nul durability. Ik krijg nog één blokje. Eens even kijken hoeveel durability het nog heeft. Ah, nul. Oké, cool. Maar als een... Als, ik vind een iron pickaxe al vrij snel stuk gaan. En als een iron pickaxe 250 durability heeft... Hoeveel durability zou dan een diamond pickaxe hebben? Maar ik ga sowieso nog geen diamond pickaxe maken. Dat heeft geen zin. Ja, ik kan dan wel naar de Nether. Maar wat wel natuurlijk kan, ik kan een diamond pickaxe maken. En dan kan ik naar de Nether. En dan kan ik daar een quartz gaan hakken, want die geven veel XP. Ik weet niet voor wie het al wist, maar quartz hakken geeft veel XP. Als mensen het nog niet wisten, nou dan bij deze. Maar ja, dan kan ik nog steeds niks, want ik heb niet genoeg diamonds om. Ik moet sowieso. Oh, wacht, ik heb... dat kan wel, want ik heb. Oké, ik denk dat we dat gaan doen. Oh, er staan hier veel fucking veel villagers in mijn huis. Ik wist niet dat ik er zoveel had. Hé, hij is wel interessant. Wat wil je? Oh, hij wou waarschijnlijk heel dicht bij de. Hij wou alvast gaan ruilen. Oké, zo. Jij blij? Ik ben ook blij. Wil je nog meer ruilen? 18 wol voor een emerald. Nee, sorry jongen. En niks scheelt, ik heb nog extra kist. Oké, is gelukt. Oké, dit doe ik hierin. Dit is gelukt. Dit is gelukt. Dit ook. Hier doe ik dan dit in. Zo. 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 En zo. Hier kan nog wat bij. Dit kan. Verspreid over deze. Zo. Nou, dat is veel meer, maar dat maakt niet uit. Oké, dit wordt een kist voor belangrijke spullen. Zo. Deze doen we hier. Deze hier. Deze hier. Dit onderaan. Even kijken. Die en dat. Dat ook. Emerald en diamond. Want ik heb natuurlijk 4 diamonds gevonden. En wat de fuck doen jullie allemaal in mijn kisten? Dat een dieven. Zo, 5 diamonds. Dat had in 1 diamond pickaxe en een enchanting table. Ja. Dat klopt. Maar... Ik ga alleen nog even dit ordenen. Zo, dat doen we dus zo. Meer niet. En dit dan maar hier. Ik heb er waarschijnlijk straks heel veel van. En dit kan hier. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Voor naar aflevering 7, denk ik. En dan gaan we de volgende aflevering. Gaan we naar de...
Gaan we daar een pickaxe maken. Die gaan we alleen gebruiken voor... Ja, die gaan we alleen gebruiken om obsidian te hakken. En daarna lekker naar de Nether. En dan zie ik jullie de volgende keer. Vergeet niet te liken, te abonneren en te reageren. En dan zeg ik gedag.